Oh, nee. Nee, hij is veel te snel. Hij is veel te snel. Super tof dat jij weer kijkt bij deze super speciale video. Ik ga namelijk vandaag Potgrond vermoorden in hun livestream. Hun zijn namelijk nu live en ik ga hun nu vermoorden met mijn pistool in de Kaap. Waarom ik dit doe is puur omdat ze dit wel vaker bij mij hebben gedaan. Dylan heeft mij eens een keer vermoord. Stewel volgens mij ook zelfs. Is ook al een tijdje geleden, maar daarom ga ik hun vermoorden. En ik hoop dat ze dit goed gaan opvangen. Ik weet het niet. Misschien worden ze wel heel boos. Geen idee. We gaan het zien. En ze zijn hier dus ergens in de Kaap. We gaan ze vinden. En dat gaat super tof worden. Dus like zeker even allemaal. Abonneer zeker. En klik op het belletje, want ik upload elke dag. Hoe tof is dat? Dus, laten we hem even opzoeken. Ik ben nu in Fly en... oh, kijk, daar staan ze. Ze kunnen me niet zien trouwens, want ik ben in Vanish. Maar, ik zou ze nu al kunnen vermoorden. Het enige wat hij aan heeft, qua armor, is qua kleding, is zijn broekje en zijn speedboots en zijn elite gaan. Maar goed, dat telt... Dus zijn elite gaan telt dan niet mee. Maar alleen zijn broekje en... Oké, we kunnen makkelijk killen. Als hij zelf een pistool hebt, ben ik dan de Sjaak. Maar hij is dus live... Samen met Gino. Alleen, ik kan wel even kijken, want hij is live. Hè? Ik kan gewoon zien. Heeft hij een pistool in zijn handen? Of in zijn inventory? Kunnen we gewoon zien, hè? Nee. Dus, we gaan hem even vermoorden. Dit is wel leuk, denk ik. Ik heb ook zin om straks even zijn reactie te filmen. Dat is ook wel leuk, denk ik. Oh nee, hij gaat weer vandoor. Hij gaat weer weg. Ah, waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar zijn plot toe. Naar dit trouwens. Dit. Hier ging hij naartoe. Ging hij naartoe. Even zien hoor. Oh, dit gaat leuk worden. Dus like zeker even allemaal. En we gaan hem dus proberen te vermoorden. Maar hij zit dus nu in zijn villa. Of in zijn fabriek. Eigenlijk moet ik wel even uitfinishen. Dat is wel zo eerlijk. Want anders is het ook een beetje oneerlijk. Laten we dat inderdaad doen. Ik heb een helikopter. Dus daarmee zou ik op zich wel kunnen, ja, hem kunnen achtervolgen. En laten we dit gewoon doen. Laten we proberen te vermoorden. Hij zit dus nu in zijn fabriek. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij heeft iets met Midara of zo. Of iets met een plot of zo. Ik weet het niet. Iets met geld. Gaat hij doen. Ik zie hem hier volgens mij. Hij staat daar letterlijk hier gewoon. En ik zweef hier gewoon voor hem. Wacht. Ik kan er wel. Ik kan even zien hoor. Ik heb alleen niet zo'n grote fitheid. Dus ik kan ze heel... Nee, ik heb geen speedboots of zo. Dus ze kunnen heel snel wegwezen. Maar volgens mij, ik heb gehoord van iemand, ik zeg niet wie, want ze kijken sowieso deze opname terug, dat ze naar het riool gaan. En in het riool gelden geen regels, dus kan ik ze makkelijk vermoorden. Maar kijk, ik heb ook wel best wel wat kleding aan, maar ik heb dus geen speedboots. Dat is wel een nadeeltje. Maar ja, hè, verdikkie. We moeten er toch wel even op hopen. We hopen dat hij het niet opvalt of zo, dat wij zo opvallend zijn. Oké, ik zie daar Scare, Gino en Stefan, maar hoe kom ik... Ik heb trouwens 15 kogels, dus het moet vast wel lukken, maar ja, ik betwijfel het eigenlijk, want ik heb geen speedboots. Alleen ja, dat is ook een beetje lastig om dat nu allemaal nog te regelen. Dus ik denk dat ik gewoon moet hopen op het goede, en anders dan, ja, dan is het helaas niet anders, en dan heb ik het in ieder geval geprobeerd, maar we gaan er zeker voor. We zien hoor, hij staat hier links, hij staat letterlijk bij het raam. Hij gaat hier naar boven. Stond per ongeluk nog in Vanish. Oké. Dat is niet heel handig. Volgens mij gaan ze echt naar het riool, of niet? Volgens mij gaan ze echt naar het riool. Dus ik kan makkie... Kan ik ze zo meteen neerknallen. Als ze echt naar het riool gaan. Laat ik naar het riool gaan. Ik gok daarop. Ik ga gewoon naar het riool toe. Direct. En dan hoop ik dat ik daar eerder aankom. En dan kan ik altijd nog zien als dat niet zo is. Maar hopelijk wel. Hopelijk wel. En hopelijk dat we Stefan kunnen vermoorden. Dat zou wel mooi zijn. Oké, laten we hier naar beneden gaan. En dit is niet heel verstandig om met een helikopter hier naar binnen te vliegen. Laten we hier naar binnen gaan. En dan zijn we hier eigenlijk al het riool. En dan hoop ik hier hem te kunnen vermoorden. Dat zou heel mooi zijn. Maar eerst maar zien of hij hier überhaupt komt. Het zou mooi zijn. Maar ja, je weet hoe traag Stefan is. Stefan is altijd traag. Ja. Ze gaan naar het riool toe. Ja, dit is de perfecte kans. Ze gaan hier naartoe. Oké, snel. Oké, bivakmuts op, slash hat, pistool in mijn hand, helikopter bij de hand. Ik heb alleen niet de speedboots, dus ik moet het echt doen met hopelijk dat ze, ja, dat ze ergens opgesloten zitten of zo. Ik hoop het maar, en anders ben ik een klos, maar ik hoop het echt. Mijn hart zit wel een beetje in mijn keel, want dit is best wel spannend. Want eerlijk is eerlijk, ik wil Stefan gewoon graag terugpakken. Ook al gaat deze keer mislukken, deze video, dan gaat het een andere keer lukken. Of een andere potgrondlid. Dan wordt het Dylan, of dan wordt het Gino. Maar ik wil nu echt gaan focussen op Stefan. En ik kan ook wel eens een keer gaan focussen op Gino natuurlijk. Maar eerst even Stefan. Stefan, jongen, dit is echt een druif. Die moeten we echt flink hard terugpakken, hè. Die moeten we flink hard terugpakken. Dit vind ik leuk om te doen. Maar ja, we moeten even wachten dus dat ze hier aankomen. Ja, ja, ze zijn in het riool, maar ze komen deze kant op. Wacht, ze komen deze kant op, ze komen deze kant op, ze komen deze kant op, ze komen deze kant op. Oh, ze staan voor me, ze staan voor me, ze staan voor me, ze staan voor me. Kenny ziet me. Ik durf het niet, mijn hart zit in de keel. Mijn hart zit in mijn keel, ik zweer.
Oké, ik zie Stefan, Ik ga voor Stefan, Let's go! Laten we achter ze aangaan en laten we Stefan vermoorden. Laten we proberen Stefan te vermoorden. Let's go. Stefan staat hier voor me. Hey, Stefan. Wacht eens, Stefan. Wacht eens nou even. Nee, hij gaat vluchten. Nee. Oh, hij heeft ook een pistool. Ja, maar ik heb helemaal niet zoveel armor. Hij kan mij makkelijk aan. Maar hij wacht niet. Ja, maar wat is die druk? Zou ik hem neerschieten? Ik heb 15 kogels. Zou ik het proberen? Dit is spannend, joh. Heb ik nog andere mensen? Is dit van hem? Oh, Justimo. Hallo. Oh, burgemeester de Kaap. Oké, ik moet denk ik heel even wachten totdat ze hier uitkomen. Want die burgemeester de Kaap, straks schiet ik Stefan neer voor zijn gezicht. En dan word ik, ja, door de politie meegenomen misschien wel. Omdat, ja, ik bedoel, ja, het is toch wel een staflid. Dus ja, ik moet even wachten, denk ik. Oké, als dat goed is, krijgt Potgrond zometeen een gangplop of zo. Van plot krijgen ze. Ik denk dat ik ze daarmee wel kan laten afwachten. Of dat ik ze daar kan afwachten. En dat bij dat plot, zeg maar, dat ik ze daar kan neerknallen. Want als ik ze hier ga neerschieten, of eigenlijk Stefan dus. Ja, als ik Gino kan pakken, twee vliegen één klap, zou dat nog mooier zijn. Maar ik denk dat het wel beter is als ik even afwacht. Want ja, het zou een beetje sneu zijn als ik ze midden in hun, verhaaltje. En dat ze nu een plot krijgen en zo, zou vermoorden. En dat ze dan misschien niet meer een plot krijgen. Dat zou sneu zijn. En zo wil ik dat ook weer niet doen. Want Stefan en ik kennen elkaar gewoon. Dus we gaan gewoon het goed oplossen. Dus we gaan dit dus gewoon wachten. En dan gaan we gewoon kijken of we eventueel ze kunnen neerschieten bij hun plot. Die aardmannetje sloeg mij met een wapenstok. Wat? Hij sloeg mij zo net met een wapenstok. Kijk hier in de chat. Hij sloeg mij zo net met een wapenstok. Wat doet hij? Ik heb toch een pistool in mijn handen? Ik ga hem gewoon neerknallen als dat nog een keer doet. Dan verliest hij volgens mij ook zijn spullen. Dat wil hij vast niet. Maar ja, hè? Ik bedoel, ik wil Potgrond vermoorden. En als hij mij in de weg zit, ja, hè? Dan moet het wel even. Oh, ze gaan via achter naar buiten. Oh nee, ze mogen mij niet zien, want ik wil ze pas weer vermoorden bij hun plot. Nee, waar gaan ze naartoe? Nee, ze gaan nu weg. Nee, come on, waarom duurt dit zo lang? Ik wil gewoon Potgrond vermoorden, Stefan. Maar waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar een plot toe waarschijnlijk. Maar ja, het duurt al zo lang. Maar ja goed, hopelijk dat het lange wachten wel geluk gaat brengen. En dat we ze in ieder geval een payback kunnen geven. En ja, dat wordt natuurlijk ook wel een opdracht. Maar we gaan het zien of dat eventueel gaat lukken. Dus misschien als jullie op het blauw duimpje klikken, misschien dat het wel extra geluk brengt. Dat gaf laatst wel in ieder geval. Tenminste toen maar die kreet. En Stefan staat nu weer voor me. Maar ja, daar heb ik vrij weinig aan. Ik kan hem beter vermoorden als hij bij zijn plot is. Oh, hij staat voor me. Oh, dit is het gangplot. Oh, dit is het plot. Dit is het plot wat ze krijgen. Ik zou Stefan nu heel goed kunnen vermoorden, hè? Hij staat nu bij het gangplot en ik kan hem nu heel goed vermoorden. Zou ik Stefan vermoorden? Niet doen? Stefantje. Hey, hij probeert mij te knallen. Nee. Ik kom hier om te praten. Wat een tuig. Oh, wat? Nee, dit gaat helemaal fout. Dan moet je even wachten. Oké, dan wacht ik even. Oh my god, mijn hart ging helemaal tekeer. Want als hij mij vermoordt, het zou zo zuur zijn. Want dat gebeurde de vorige keer ook op een GameStand. Toen wou ik patatje vermoorden en toen werd ik vermoord. Oh nee, ik wil dat dit niet nog een keer gebeurt. Knal hem af, zegt iemand. Nee. Ik ga niks doen. Ook al wel, maar dat weet hij niet. Oh, dit kan echt alleen maar fout gaan. Nu al. Ik wil eigenlijk wel stiekem kijken. Wat hier. Dit is het gangplot van Stefan? Wat? Hij heeft een nieuwe gangplot hier. Dit is van hem. Anders weet ik jullie. Pas op goed wat jullie te vinden. Anders weet ik jullie te vinden. Met illegale spulletjes. Oh. Oei. Dit ziet er best wel cool uit. Dit is het plot van hun. Oh. Gino loopt hier. Oké. Ik ben even stiekem aan het kijken. Ze hebben best wel een mooi plotje hoor. Wel in het riool. Maar ja, goed hè. Daar gaat het niet om. Succes verder. Ik heb wel andere dingen te doen. Sam staat hier voor me. Hey Sam. Jongen. Ze gaan ook naar boven. Oh, je kan heel makkelijk naar boven. Iemand moet go zeggen en dan wordt er een eerdere reep gedropt op zijn stream. Oftewel, dan is hij helemaal. Oh nee.
Oh nee. Oftewel, dan hoort hij niks en dan is hij heel druk bezig en dan schrikt hij en dan kan ik hem neerknallen. Mijn hart zit in mijn keel. Maar we gaan het doen. Omhoog. Oh nee. Hij gaat nu naar boven. Dit is onmogelijk om hem nu te vermoorden. Oké. Zeg go, alsjeblieft. Degene die donatie gaat droppen, zeg go. Nu. Oh, alsjeblieft, please. Zeg go. Kom op. Ik heb een go nodig. Iemand moet go zeggen, want dan doneert iemand een airrape. En dan kan ik hem heel makkelijk vermoorden. Maar ik moet weten wanneer go is. Snel, zeg go. Zeg go, die politie. Ja, daar gaan we. Oh, nee. Hij is veel te snel. Gino kan ook wel, trouwens. Ga weg, Wiltie Squeak. Ga er niet voor staan. Nee, dit gaat nu al helemaal fout. Oh my god. Ik wil Steon hebben. Maar Gino is ook prima. Gino is niet zo snel. Ik ga voor Gino. Nee, ga daar nog niet voor staan. Oh my god. Hij schiet oprecht terug. Nee. Nee. Shit. Oh my god. Oké. Ik heb het beloofd. Ik ga dit 10 keer harder terugpakken dan ooit. De volgende keer heb ik speedboots nodig. Vitamine D. Ga ik meerdere mensen regelen die bivak met ze hebben. Die Stefan gaan proberen te vermoorden. Dit gaat allemaal lukken. Binnenkort op mijn kanaal. Dit vind ik zo jammer. Gino had ik makkelijk kunnen pakken. Maar ik dacht, ik ga focussen voor Stefan. Het lukte er niet heel erg. Ik had niet verwacht dat hij een pistool had. Want hij had eerst geen pistool. Maar ja, oké. In ieder geval, ik baal keihard. Ik hoop dat jullie nog een blauw duimpje omhoog achter kunnen laten. En even op kunnen abonneren. Want ik ga serieus. Binnenkort komt er een video online dat ik hun ga vermoorden. En ook alle tweeën. Maar met meerdere mensen. Met meerdere speedboots. Met meerdere vitamine D's. Het gaat allemaal goed komen. En dan doen we dat binnenkort. Ik baal enorm. Maar goed. Like dus even zeker allemaal. Klik op het belletje. Want binnenkort is dus die video online. En dan gaan we dus achter ze aan. De oorlog is gestart. Abonneer. Like. Reageer. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later.